Welkom bij deze online meditatie op Goede Vrijdag. Vandaag horen we het verhaal van de kruisiging van Jezus, zijn overgave, zijn sterven. De meditatie wordt verzorgd door Ton Roemen. Zoeken we nu de stilte op. We lezen uit Lucas 23. Er werden nog twee anderen weggevoerd, twee misdadigers, om samen met hem ter dood te worden gebracht. En toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen ze hem daar aan het kruis. En zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zeide: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken, maar de overheidspersonen lachten hem uit en zeiden: Anderen heeft hij gered, laat hij zichzelf eens redden. Als hij de Messias van God is, de uitverkorene. De soldaten brachten hem zure wijn. En ook zij voegden hem spottend toe. Als gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Boven hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning der Joden. Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde hem. Zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Maar de ander strafte hem en zei: Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden hebben verdiend. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. En daarop zei hij: Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus sprak tot hem: Voorwaar, ik zeg u, vandaag nog zult ge met mij in het paradijs zijn. Het was nu omtrent het zesde uur. Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nadat hij dit gezegd had, gaf hij de geest.
Ik heb een tante op leeftijd. Als ik mensen vertel dat ze 101 is, wordt er respectvol en met bewondering gereageerd. Zo'n hoge leeftijd spreekt tot de verbeelding. Maar er is ook een schaduwkant. Je kunt steeds minder en je moet het leven steeds meer loslaten. Kleine dingen moet ze loslaten. Ze kan geen koffie en thee meer zetten. Ze kan geen kerstkaarten schrijven en versturen. En grote dingen moet ze loslaten. Dierbare generatiegenoten en leeftijdsgenoten verliest ze. Gezondheid ook. Inherent aan hoge ouderdom is dat je steeds minder kunt. Je raakt je regie kwijt. Je verliest de grip op het leven. Soms gaat dat welhaast ongemerkt. Soms met verzet, dan weer lijdzaam. Het leven is maakbaar, manipuleerbaar, stuurbaar. De moderne mens denkt dat hij het leven naar zijn hand kan zetten. We manipuleren gewassen, klonen dieren, bouwen dijken en genezen zieke mensen. We hebben alles in de hand, of toch niet? Nee dus, er is een andere kant. Niet alles is maakbaar en manipuleerbaar. We zijn begrensd, schieten tekort en worden geconfronteerd met pijn en tegenslag. De een wordt ziek, de ander wordt ontslagen en vindt niet meteen een andere baan. Kennelijk zijn er grenzen aan de maakbaarheid van het leven. Ons leven is doortrokken van pijn en breekbaarheid. We lijden. We kunnen niet altijd winnen, niet altijd succes hebben. Als we ons tekort willen opheffen, zal dat niet altijd lukken. Het leven is immers maakbaar en ook kwetsbaar en breekbaar. Soms moeten we het hoofd buigen en staan we met lege handen. Het is eerlijk en realistisch om dit toe te geven. Je kunt maar beter erkennen dat er lijden is. Omgekeerd, door lijden en pijn te ontkennen, te bestrijden of te vermijden, creëer je nog meer pijn en zullen je problemen alleen maar toenemen. We kunnen al ons verzet en al onze weerstand opheffen vanuit het besef dat het leven niet altijd maakbaar en plooibaar is. Als we ons verzet opgeven, is de volgende stap de ongerijmdheid en gebrokenheid die er in het leven is, te accepteren. In het meest extreme geval is het de aanvaarding van de dood. In die acceptatie maken we, paradoxaal gesproken, ruimte voor leven. Ruimte voor onszelf, om onszelf te kunnen omarmen. Wie dood en lijden aanvaardt, zal leven. Het leven loopt zoals het loopt. Ik hoef alleen maar mee te gaan met de stroom. En natuurlijk vraagt het leven soms ook om verzet en protest. Tegen sociale onrechtvaardigheid, tegen de toeslagenaffaire, tegen de oorlog, tegen iedere oorlog. Maar als het gaat om onze persoonlijke ontwikkeling, onze spirituele weg, is acceptatie, aanvaarding, een sleutelwoord. De sleutel is acceptatie van je levensweg. Acceptatie van alles wat er naar je toe komt. Onvoorwaardelijke acceptatie van alles wat zich aandient. Van alles dat er is. En onvoorwaardelijke acceptatie raakt aan overgave. Overgave aan alles wat er is. Aan alles wat naar je toe komt. Niet langer vasthouden aan je denkbeelden, overtuigingen, concepten, meningen, oordelen. Totale overgave
aan alles wat er is. Je geeft je leven schijnbaar uit handen. En hier passen de woorden van Jezus op Goede Vrijdag. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Je geeft je leven schijnbaar uit handen. Schijnbaar. Want je vertrouwt je veilig en liefdevol toe aan iets anders. Je vertrouwt je toe aan een dimensie die besloten ligt achter je ego. Achter ook je angst en je pijn. Je vertrouwt je leven toe aan het leven. Je vertrouwt je leven toe aan je diepere zelf. Aan het goddelijke in jezelf. Je maakt ruimte voor wie jij ten diepste bent. Je diepste zelf. Je overgeven aan lijden en dood en je leven behouden. Wie het leven verliest, zal het behouden, zei Jezus. En in de Franciscaanse traditie schreef de dichter Jacopone da Todi in de 13e eeuw: nadat ik mijn wil aan God had gegeven, kon ik beschikken over alles wat er was. Ik kan me voornemen om morgen of ooit te gaan leven vanuit acceptatie en overgave. Maar ik weet niet of het er dan van komt. Ik kan denken dat ik te laat ben om te leven vanuit volledige acceptatie. Dat ik het al gedaan had moeten hebben. Dat het een gepasseerd station is. Leven vanuit acceptatie en overgave kan alleen in het hier en nu. Ik kan me alleen maar overgeven in het hier en nu. Overgave kan alleen in het hier en nu. En hier en nu is wat in het christendom heet het Koninkrijk van God. Het is er. Het is hier. Het is nu. Leven in het hier en nu veronderstelt dat ik me veilig mag voelen. Dat ik in vertrouwen leef. Dat ik accepteer wat er is. Dat ik me overgeef. Overgave. Overgave betekent het leven in zijn hoogte, diepte en breedte aanvaarden. Overgave betekent leven. Overgave betekent thuiskomen. Een oefening in acceptatie en overgave. Wrijf in je handen. Wrijf de handen mooi tegen elkaar. Dat ze soepel worden, zacht en warm. En leg de handen op je buik. Merk op je ademhaling. Ik adem in. Ik adem uit. In jouw tempo. Geef adem alle ruimte. Controleer het niet, regisseer het niet. En verbind je met je ademhaling. En terwijl je rustig in- en uitademt, voel je de warmte van je handen en het contact met de buikwand. Het contact van je handen met de buikwand. Alsof de uitstraling van je handen diep je buik ingaat. En de handen kunnen je helpen om gevoelens van warmte en zachtheid te voelen. En de veiligheid en het vertrouwen in jezelf. Terwijl je in
en uit blijft ademen. Ervaar warmte en zachtheid en acceptatie die in je buik stromen. Misschien wel diep in je buik. Ervaar acceptatie. Ervaar onvoorwaardelijke acceptatie. Acceptatie van het leven dat er nu voor jou is, dit moment. En misschien helpen de handen in het contact met de buik om veiligheid en vertrouwen te voelen. Ervaar dit moment, geniet van dit moment. Geniet van het gevoel in je buik. En geef het alle ruimte. Verbind het gevoel van je buik met je adem, als je dat al niet deed. En je lichaam ontspant zich. En je geest ontspant zich. En bij iedere nieuwe inademing ontspannen lichaam en geest meer. Geniet van alle doorwerkingen, van de adem, van de ontspanning. Geniet van het moment. En verbind het met je buik. Nog steeds de warmte, zachtheid en ontspanning in je buik. De veiligheid en het vertrouwen ook dat het goed is. En voel het kloppen van je hart. Geef ruimte aan je hart. En verbind het met de adem. Geniet van de adem. De adem als een groot wonder. De adem verbindt ons met het leven. Adem is levenskracht. Wees aanwezig in het moment met je adem. En geniet van puur er zomaar zijn, zomaar mogen zijn.
We gaan weer op weg. Op weg naar morgen, stille zaterdag. Op weg naar Pasen. Daarbij mogen we vertrouwen op licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.